helpt, jongen. Als ik hier sta, dan vind ik het wel redelijk hoog. Ik sta vandaag weer voor het Belied Innovation Center en vandaag ga ik een dagje meelopen met Niels Vogel van Warehouse. Zij zijn een van de enigen die nu al werkzaam zijn in het Belied Innovation Center, dus ik ben heel benieuwd hoe het eraan toe gaat. Wat gaan we vandaag doen? Nou, we gaan vandaag wat palletjes wegzetten in de rekken. We gaan wat draaien met de heftruck, okay. Wat inpakken. Ja. En een beetje laten zien wat we hier doen. Tof. We gaan de pallet op zijn plek scannen, zodat we hem altijd terug kunnen. We hebben hier natuurlijk 2300 pallets staan. 2300? Dus we willen wel graag weten waar die blijven. Ja, en dan zoeken we, blijven we zoeken. Eerst de pallet inscannen. Ja. Dan heb je de pallet. En dan die de locatie. Naar de locatie. Dan wij altijd in het systeem zien waar die is, kunnen we hem altijd terugvinden. En dat is het. En dat doen we. Cool. Wel eens consumables. En die hebben de jongens gisteren klaargezet. En de pakken wat hier gaan met inpakken, zodat het verstuurd kan worden. Wat er elke dag ingaat, dat moet er ook weer uit eigenlijk. Om genoeg ruimte te houden. Dus we hebben ongeveer denk ik, gemiddeld elke dag 4 vrachtwagens of containers helemaal vol. Die weggaan naar over heel de wereld. We zijn hier achter een soort loopbrug. Ja, klopt. Wat heeft dat voor functie? Nou, dat is het leuke. Normaal zijn de magazijnen natuurlijk allemaal gesloten. Yeah. Maar bij ons kunnen de mensen gewoon komen kijken. Dus die kunnen hier vandaan. Dus zo in het magazijn meekijken wat er allemaal gebeurt. Dus eigenlijk een kijkje in jouw keuken? Ja, inderdaad. Ja. Leuk. Zeker. Ik ben Donald. Ik ben combichauffeur. Wat gaan we nu doen? We gaan kruid pakken. Wij gaan helemaal naar boven. En hoe hoog kunnen we? 10 meter. 10 meter? Ja. 10 meter? Okay. Ik heb zelf geen hoogtevrees. Ik heb geen hoogtevrees. En jij? Nou, als ik hier sta, dan vind ik het wel redelijk hoog. Ik ben net meegeweest in de smalle gangentruc, maar wat is het speciale daaraan? Het mooie van de smalle gangentruc is dat die rijdt hier over een lijn. Dan rijdt hij overheen, zodat dat is een soort sensor, zodat hij altijd in het midden van het pad blijft. Oh, okay. Dat hij nooit uit kan wijken en trek kan raken. Ja. En wat is nou zo anders aan het rijden van de auto overheen van een heftruck? Nou, het draaien aan een heftruck is alleen anders dat je de lepels kan bedienen met 3 hendels. Dus het stuur blijft hetzelfde. De gordel om, dat is het eerste wat we doen. Deze lepel, als je deze naar achter trekt, gaat die omhoog. Oké. Okay. En als je hem vooruit doet, zak die weer. Oké, ja, dat kan ik. Nou, superleuk. Kun je nog een penning naar beneden halen? Een lege. Maar ik kan ook helemaal niet inparkeren. Ik vind het best goed gaan. Oké. Yes. En dan in je spiegel blijven kijken, achter je blijven kijken, heel goed. Superleuke dag gehad. Ja, mooi ook. Denk het een beetje goed? Ja, hartstikke goed. Oh, ja. Als je nog een keer werk zoekt, dan kan je altijd langskomen. Nou, ja top. Hoor, dan kan je zo beginnen op de heftruck. Heel succesvol vandaag. Dankjewel, jij ook. Dankjewel. Leuk dat je er was. Hopelijk heb je nu een klein beetje idee naar wat er allemaal gebeurt in de voorbereiding op het Belied Innovation Center. Hier zijn ze in ieder geval al super druk bezig. Nu de rest van het gebouw nog. Als je dit nou een leuke vlog vond, like en abonneer vooral op ons kanaal. En dan zie ik jullie bij de volgende vlog.